Yo, Gianon hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering nummer 74 hier in Canada. Heb jij de vorige aflevering gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Het kan recht op het i'tje, klik daarop, zie je natuurlijk die aflevering verschijnen. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat je geen enkele aflevering meer van mij mist. Like die als jij hem leuk vond, dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me op sociale media, mijn gebruikersnaam vindt in de beschrijving. En dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie voor de grote prijs van Canada. Dan zijn we aanbeland bij Q1. Het is flink bewolkt, maar die bewolking gaat gewoon wegtrekken. We komen aan bij de Wall of Champions, nemen we gewoon goed. En kijken wat deze run in Q1 ons gaat brengen. Ik denk gewoon de snelste tijd. Of Lando Norris moet hem afpakken. Hamilton zet een 1-7-5-6-1 neer. Albon zet een 1-7-7 neer. Komt tot P2. DRS hier geopend. En we komen tot een 1-7-1. De snelste tijd in Q1. We zijn aanbeland bij Q2. En verrassend, dit keer op de medium compound. Dus we gaan langer door dan de rest in de race op de eerste stint. En misschien doet Lando Norris wel hetzelfde. En hij gaat dan misschien ook naar de medium banden in Q2. Dit kwalificatiedeel. Russell naar P2. Sainz naar P3. DRS hier geopend. En wij komen tot een 1-7-2, de snelste tijd in Q2, nog eens naar P2 op die medium compound. We zijn aanbeland bij het laatste deel van de kwalificatie. DRS hier geopend en dan moet dit gewoon de ronde gaan worden. Dat wij pole position gaan pakken in Canada. Hopen dat we snel genoeg zijn, zodat we een setje soft kunnen uitsparen. Dat zou wel heel mooi zijn. Max Verstappen naar P2 met een 1-7-6. Wij komen hier bij het DRS gedeelte. Gooi hem open. En het wordt een 1-6-6. Nog eens naar P5. Maar dat maakt hij goed, want hij komt terug tot P2. Maar wij pakken de pole position. Gat is 16e naar Lando Norris. Dat is uitstekend. Nou, dan gaan we ons opmaken voor de wedstrijd hier in Canada voor carrière aflevering 74. We're back once again beside the St. Lawrence River here in Montreal for the Canadian Grand Prix. The event first moved to a variant of this track back in 1978. It was won by none other than Gilles Villeneuve, the first Canadian to ever win his home race, and in whose honour the circuit would be renamed. With top speeds of around 210 miles per hour heading into the overtaking opportunity of turn 13, the 2.7 miles of the Circuit Gilles Villeneuve are some of the quickest on the Formula One calendar. There are 14 corners in total, with 60% of the lap taken at full throttle, and average lap speeds clock in at about 130 miles per hour. With the race minutes away from starting, here's what today's grid rundown looks like. The Professor lines up on pole position, and Lando Norris lines up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Hamilton, Verstappen, Alexander Albon, and Russell, Vettel, Magnussen, Leclerc, and Esteban Ocon, Sainz, Gasly, Daniel Kvyat, and Stroll, Latifi, De Vries, Sergio Perez, and Louis Delatraz, Giovinazzi, Ilott, Grosjean, and Nobuharu Matsushita. Which of these talented drivers will come out on top today? We've got some points on the board. Let's continue this form and aim for another top 10 finish. Het doel is dus opnieuw een top 10 finish te behalen. We starten vanaf pole position naast ons Lando Norris op dezelfde compound als ons. Dus dat belooft nog wat. Medium, soft, medium is de strategie. We nemen extra fuel mee om misschien hard te kunnen pushen als dat nodig is.
En dan gaan we gewoon beginnen voor carrière aflevering 74 van F1 2020 My Team Career Mode. De lampen zijn aan voor de grootprijs van Canada. En de lampen zijn dus uit en we zijn onderweg. En we komen prima van onze startplek. Lando Norris komt ook gewoon prima weg. En we leiden weer een 1-2'tje in de eerste bocht in de openingsronde van de wedstrijd. Dat is goed om te zien. Verstappen is ook naar die mediumband gegaan. Dat is interessant wat hij gaat doen, maar Norris dus achter ons. En wij leiden dus gewoon de grote prijs in de openingsronde van de wedstrijd. Met de paars in sector 1 neer. Dat is logisch, want wij kunnen alleen maar de snelste raceronde neerzetten. De rest kan dat nog niet, omdat die in een treintje zitten. Jeff zegt dat het een goede start is en dat we dat zo moeten behouden. We zitten in ronde nummer 3 van de wedstrijd. Als we de snelste raceronde verbeteren naar een 1-10-5. DRS is beschikbaar gesteld. Norris kan daar geen gebruik van maken, want hij zit niet binnen een seconde van ons. We zitten alweer in ronde nummer 13, want er is vrijwel niks ernstig gebeurd als de eerste auto naar binnen is. Dat is een Haas van Romain Grosjean, een vraagteken, maar die komen wij dus zometeen tegen. We gaan ronde nummer 14 alweer in en de pitwindow is open en Lando Norris is naar binnen voor zijn eerste pitstop. Gaat denk ik naar de softbanden. En Verstappen is al binnen geweest. Hamilton is ook binnen geweest. En we duiken naar binnen. We hadden veel te vroeg die pitlimiter ingeschakeld, maar dat geeft niks. De vraag is, komen wij voor Max Verstappen de baan op? Die moet volgens mij nog een keer naar binnen. Want die is op die mediumband gestart. Pitstop kon wat sneller, 2,9 seconden. De versnelling was niet beschikbaar, maar ik denk dat we er gewoon mooi voor komen. Ja, Verstappen komt nu over start-finish. En hij zet de snelste raceronde neer met een 1-10-1. 14e sneller dan onze snelste raceronde, dus we moeten er hard voor gaan knokken om dat punt weer terug te pakken. We zitten in ronde nummer 17 van de wedstrijd en dat snelste raceronde pakken wij terug met een 1-9-4. 19e sneller dan onze snelste raceronde en Lando Norris zit vast achter Max Verstappen. En hij moet er zo snel mogelijk voorbij zien te komen en dan gewoon wegrijden van onze landgenoot. Dat zou alleen maar mooi zijn. Een nieuwe strategie is beschikbaar. We gaan een ronde langer door. In ronde nummer 24 duiken we dus naar binnen. En we krijgen blauwe vlag. Die wordt gezwaaid voor de Haas van Romain Grosjean volgens mij. Die moet daar hier ook aan de kant. Gaat niet aan de kant. Ging daar in één keer in het midden van de baan rijden. In één keer heel langzaam. Wij moesten beide voorbanden blokkeren om niet een voorvleugelschade te veroorzaken. Maar ik weet niet wat Romain Grosjean daar deed. Hij is ook naar binnen. Of dat is Callum Islet. En Lando Norris duikt achter Max Verstappen vandaan. Gaat misschien voor een undercut. Dus dat wordt nog wat. Maar ik heb hier geen goed woord voor Romain Grosjean. Ik weet niet wat hij daar deed. Hij moest gewoon aan de kant en dat deed hij niet. We zitten in ronde nummer 23 van de wedstrijd. Als we naar binnen gaan voor onze laatste pitstop voor de medium compound. En dan ben ik benieuwd of wij voor Max Verstappen de baan opkomen. En ja, want die duikt naar binnen. Verstappen duikt met ons mee naar binnen. En gaat volgens mij naar die soft compound, als ik dat goed zeg. Pitstop is 2,8 seconden. Een steady pitstop. Nee, Verstappen gaat trouwens naar de harde band. Huh? Verstappen kiest voor de harde compound. Met nog 11 rondes te gaan. Nou, dat is een domme keuze van Mercedes. Dat had ik even niet zien aankomen. Norris pakt dus P2. En komt op 6,4 seconden van ons. Dus dat gat is hij helemaal aan het dichtstampen. En we moeten oppassen voor Lando Norris. We zitten in ronde nummer 25 van de wedstrijd. Callum Islet is de volgende die we op een ronde gaan zetten. De tweede Haas van deze race wordt op een ronde gezet.
En wij zetten de snelste race ronde neer met een 1.9.0. Eilert rijdt op P21. En gaat er mooi aan de kant. Dat is goed. En niet zoals Romain Grosjean. Maar zo hoort het dus. Callum Eilert, prima gedaan jongen. We zitten in ronde nummer 30 van de wedstrijd. Als het daar geel is. Want Charles Leclerc is uitgevallen in de wedstrijd. Blauwe vlaggen worden gezwaaid. Daar staat Leclerc stil. De eerste uitvaller van de dag is dat. En Giovinazzi wordt op een ronde gezet. Profiteren hier van zijn slipstream. En gaan er mooi voorbij. Matsushita is de volgende. Die gaat hier mooi aan de kant. Maar wat doe je nou, Matsushita? Hij denkt, ik stuur nog even in. Om te laten zien dat ik daar ben. Nou, Matsushita, dat had je gewoon niet moeten doen. Want jij wordt op een ronde achterstand gezet. Een raar moment, een dom moment van Nobuharu Matsushita. Maar goed, we hebben beide geen schade, dus we kunnen gewoon onze weg vervolgen. En we zitten in ronde nummer 31 van de wedstrijd, nog 4 rondes te gaan. De volgende is een racing point, wat zeg ik nou weer? Ja, dat is een racing point. Ja, ik ben even in de war met het huidige seizoen. In 2021 is dat namelijk een Aston Martin. Hier is dat nog gewoon een racing point. Met Sergio Perez. En die wordt ook op een ronde gezet. In ronde nummer 32. Dat gat naar George Russell is 5,8 seconden. Dat is gewoon steady. Dat moeten we gewoon zo houden. En dan winnen we alweer een wedstrijd in seizoen 6. Heel knap gedaan. We gaan de laatste raceronde in Canada. Het gat naar Lando Norris is 3,7 seconden. Ik zei volgens mij toen net George Russell, weet ik niet zeker. Maar het is in ieder geval Lando Norris, onze teamgenoot dus. En we gaan nu gewoon stampen om misschien dat snelste racerondepunt te verbeteren. Sorry, dat snelste racerondepunt te verbeteren. Want die hebben we gewoon nog in handen. We zijn 83.000ste langzamer in sector 1. Het gat naar Max Verstappen is 18,2 seconden. Het gat naar Esteban Ocon is zelfs 40 seconden. Dat is heel, heel groot. Die hebben gewoon helemaal zoek gereden. Norris dus mooi naar P2. Het gat is wel aan het verkleinen. 3,8 seconden nu. Dus Norris is nog aan het stampen. Maar hij komt gewoon tekort. Ja, de IRS is hier dan dus niet beschikbaar. Dus als snelste raceronde, dat kunnen we nu vergeten. Dat staat nog op ons naam. Ik denk dat het ook zo blijft. En dus pakken wij de volledige score hier in Canada. Pakken er weer eentje bij. Norris mooi naar P2. Na twee mindere resultaten. En dan gaan we opmaken voor de grote prijs van Frankrijk. A truly magnificent drive then and a great performance from the entire team to secure victory here in Canada. And talk to me, what do you think it was that sealed the win for them? I feel like consistency was probably the key today. There's being quick and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalize on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. Well, I'm thoroughly exhausted after the excitement of that race, but I'm sure it's nothing compared to our drivers here. They've worked hard to make it up there, and it's great to see them make their way out onto the podium. Hierbij dan dus de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van Canada. Pakken ook nog snel het race punt.
Norris na P2. Een mooi dubbel podiumfinish voor ons. Een 1-2'tje voor ons. Verstappen naar P3. Hamilton naar P4. Ocon naar 5. Vettel 6. Albon 7. Russell 8. Magnussen 9. En Gasly op P10. Mercedes pakt Red Bull voor het constructeurskampioenschap voor P2. Alfa Tauri verliest een plekje helaas. Maar wij leiden nog steeds beide klassementen. Dus dat is alleen maar goed om te zien. En ja, dan zit deze aflevering er alweer op, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt. Heb jij genoten, bedoel dan zeker met een like. Heb jij niet genoten, dislike de video dan. En vertel me ook waarom je hem niet leuk vond. Like de video als jij hem leuk vond. Dislike hem dus als jij hem niet leuk vond. Volg me op sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Creator content. Schakel ook een lekker belletje aan. Zodat je altijd op de hoogte bent wanneer er een nieuwe aflevering verschijnt. Volg me op sociale media voor updates over F1 2020 My Team Creator Mode video's. Wanneer die online staan. Ik post ze altijd namelijk op Instagram. Dus volg me dan ook eventjes. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was de journal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Creator Mode. En dan verder in Frankrijk.